Mercedes sprak over de Verstappen Show en anderen vergelijken hem met Ayrton Senna. De Braziliaanse Formule 1-legende die eind jaren 80, begin jaren 90 furoren maakte. Het mooist geïllustreerd nog wel met deze foto op social media vandaag. Met de helft van het gezicht van Senna en de helft van Verstappen. Superlatieven schieten tekort voor de magistrale inhaalrace van Max Verstappen gisteren in de Grote Prijs van Brazilië. Niki Lauda zegt erover: Verstappen was buitengewoon. Zijn teambaas Christian Horner: dit was echt briljant, ik heb nog nooit zoiets gezien. En papa Jos zegt: ik moet zeggen dat hij ook mij verrast heeft, terwijl ik hem toch al heel lang ken. Op het door de regen geteisterde circuit in Sao Paulo stoomde Verstappen van de 16e plaats op naar het podium. En de mooiste actie was misschien nog wel de manier waarop hij een bijna zekere crash voorkwam. Essa foi uma corrida que fez o público de Interlagos lembrar de um dos maiores ídolos da história do esporte brasileiro, Ayrton Senna, por causa de dois pilotos. O primeiro, um menino holandês que adora chuva. Siamo a bordo con Verstappen. Wow, come si sentiva la ruota. Attraverso! La prende, la tiene! Sì! Mamma mia, che controllo! Ook voor oud-coureur Jan Lammers was de slipactie van Max Verstappen het moment van de race van gisteravond. Ik ben op mijn 12e ooit begonnen op de slipschool. Dus dat is helemaal mijn ding. En om die reden had ik er ook grenzeloos respect voor. Max, ja, die ging bijna 90 graden over de weg. A, heeft hij dus niet geremd of nauwelijks. In ieder geval zijn wielen kon ik niet zien blokkeren. Hij reageert pijlsnel op het juiste moment. Hij blijft cool. Dat op het moment dat die auto terugkomt en hij heeft die slip gecorrigeerd, heeft hij hem weer. En het gas erop, want hij moet voor Rosberg blijven. Het gaat met 250 km per uur. Dus hier proberen we dat te simuleren, maar daar gaat het echt. Maar kijk hier, hup, hij gaat dwars. Dan stuur je tegen en dan zet je hem hier weer recht. Ik heb het nog. Die coolness under pressure, weet je wel. Dat begint zo'n beetje een beeldmerk van hem te worden. Oké, okay, well held, Max. Well held. Yeah, heartbeat went a bit higher there. Did you hit the wall in turn 14? No, I just not. Oh my god, that was a big moment. You burst my head. Behind me. Daarbij heb je Rosberg. En die zit eigenlijk, ja, non-verbaal. Zie je gewoon dat hij straalt alles uit wat zegt van wat moet ik nou met die vent. En je ziet dat hij hem heel leuk vindt en aardig en goed. En dat hij veel respect heeft. Maar ja, hij stond hem echt van top tot teen af te leggen van wat is dit voor fenomeen. De bewondering voor Max Verstappen is enorm. Zelfs een van zijn grootste criticasters, oud-coureur Niki Lauda, kan tegenover vader Jos niet anders dan zijn pet afnemen. En zo te zien meent hij het ook. En het mooiste compliment kwam uit Brazilië zelf, waar gewoon de Brazilianen zelf kwamen met de opmerking van: nou, Max is de reïncarnatie van Ayrton Senna. Nou, wat voor mooie compliment kun je niet krijgen, hè? Ik bedoel, ik krijg de kippenvel van, dat is gewoon prachtig.